Ik ga vandaag groentjes snijden met mijn Thermomix en ik ga daar gebruik maken van de cutter. De cutter is een extra onderdeel, zit er niet standaard bij. Dat is een optietje. Heeft 4 functies. Dus er zit een schijfje bij waar je mee kunt raspen of mee schijfjes kunt maken. Dus schijfjes aardappel bijvoorbeeld voor een gratijnschotel. Ik ga nu worteltjes fijn raspen. Ik ga komkommer in schijfjes doen en ik ga dan een coleslaw maken van een witte kool. Dus hoe doen we dat? Dus de functies, je hebt per kant ofwel raspen ofwel snijden. De witte kant naar boven, dat is raspen, dus daar gaan we mee beginnen voor onze worteltjes te doen. We gaan het deksel eraf halen. Dan komt dit klein staafje zo erop te staan. Dan gaan we onze opvangbak erop zetten. En dan komt daar bovenop het dekseltje speciaal. We spijpen naar daar en dan gaan we hier de verschillende functies hebben. Dus we beginnen met de raspen. Deze even uitschakelen. En je ziet, je hebt dik en dun. De worteltjes ga ik dun maken, dus ga ik hem opstarten. En dan steken we ons wortel. Eens kijken naar het resultaat. Dus nu kun je gewoon die bovenkant eruit halen. En je ziet, die worteltjes zijn mooi. Zo, ga ik hem even uitspoelen en dan gaan we zo dadelijk de komkommer ook nog fijn hakken. Zo, de cutter is gereinigd. Dan gaan we de witte kool doen. Dus mijn opvangbak komt er weer in. Witte kool, ook weer raspen, dus weer de witte kant naar boven. Die mag zo blijven staan. En dan gaan we terug. Gaan we nu groffer inzetten. En we doen het weer uit. Dus dit is nu grof gesneden. En dat doen we dan weer terug in ons potje. Dus dat is dit resultaat. Dan ga ik weer de cutter uitspoelen en dan ga ik nog de komkommer in schijfjes doen. Is weer proper. Dus ik ga weer mijn opvangbak erop zetten. Je ziet, uw beker blijft proper. Hè? Nu gaan we schijfjes doen. Dat wil zeggen, schijfjes, dat we de zwarte kant aan boven moeten zetten. Maar het staat hier ook op. Het staat hier een symbool van schijfjes. En hieronder staat een symbooltje van raspen. Dus de zwarte kant aan beneden. We zetten dat terug op. Nu gaan we even terug die andere functie, snijfunctie, doen. En je ziet ook weer dat je dik of dun kunt doen. Hoe gebeurt dat? Links omdraaien, rechts omdraaien gaat hij dat doen. Dus nagelang de ene kant is dun, de andere kant is dikke schijfjes. Nu, je ziet die functies, dat is op de TM6.
TM5 heeft uiteraard die functies niet. Daar kan men het wel manueel doen. Dus in het boek staat allemaal mooi beschreven welke snelheden dat je moet doen en al die zaken. Dus het kan ook voor de TM gebruikt worden, maar dan moet je manueel de snelheid instellen. Dus nu ga ik het weer opzetten. Ik ga kiezen voor dunne schijfjes. En de komkommer komt hier ook weer in. En het is al klaar. Zo snel gaat dat. En kijk eens naar het resultaat. Ik ga dat hier bijleggen op mijn bordje. Kijk eens aan. Mijn fijn gesneden, fijn geraspte wortel, witte kool en de fijn gesneden komkommer. Dus je kunt, deze zijn nu de dunne plakjes, je kunt ook de dikkere plakjes als je dat liever hebt. Dus heel eenvoudig.